Goedenavond, vanaf mijn zolderkamer 325 meter van wielerbaan Geleen vandaan is het Koers op Rollen Online, de nabeschouwing. Met mijn vaste sidekicks uiteraard Ad Wijnands in Maastricht. Ad, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, dames. En Jacques Teunissen in Oostbroek. Goedenavond, daar zijn we weer. Hoi hoi, Jacques, wat heb je een mooie achtergrond. Ja, ik weet niet wat we voor achtergrond op dit moment hebben, maar even kijken. Ja, die kwam ik gisteren tegen toen ik een rondje rond de Alex-basis fietste. Oké, okay. Heb je ook mijn opmerking nog gelezen? Sinds vandaag heb ik daar inderdaad problemen mee. Ja, ik heb eens een rol ingehaald bij AWAX en toen vertelden ze dit, dat als je heel kort bij die schotel kwam, dat je als gesteriliseerd kon worden. Dus dat is heel fijn. Het schijnt meer effect te hebben als 5G. Oké, okay. Ja. Nou, deelnemers, goedenavond allemaal. Laatste keer Koers op Rollen. We gaan gewoon een beetje nabeschouwen. Ja, we gaan er toch ook wel een klein competitietje van maken. We hebben iets leuks bedacht. Daar gaan we het daarover hebben. Straks hebben we Henk van Donschot, die het laatste gedicht voorleest. En we hebben nog een foto uit de oude wielerbaandoos. Uit het archief. Nou, we gaan eens even kijken wie we allemaal erbij hebben vandaag. In Heerenveen, de twee dames. Hoi, Michel. Hoi. Dus één camera is uitgevallen. Het werkt nu allemaal, geloof ik. Ja, de telefoon staat weer aan. Ah, oké. Okay. Helemaal goed. Hebben jullie de medaille ontvangen? Ja. Oké. Okay. Kijk. Oh, helemaal omhangen. Ja, je wil hem zien, hè? Of we hem hebben. Ja, oké, okay, dat doe ik wel zo. Als je dan verkeerd. Heel goed, en dan hebben we, dan hebben we toch Nicole. Nicole, heb jij hem ook ontvangen? Ja, ja. Hier is die. Ja, super. Heel fijn. Ik ga trouwens nog even de boel opnemen. Even kijken, en volgens mij hebben we er nog iemand bij. Om te graven. Ja. Even kijken. Is er nog iemand bijgekomen net? Ja, hier. Kijk, hier. Ja. Hoi. Hoi, hoi. Je gaat nog meedoen. Nee, ik ga niet fietsen. Ik heb vanochtend al getraind. Ah, je hebt al vanochtend getraind. Nou, leuk dat je er toch nog even bij bent. Super. Even kijken. Dan hebben we Yvonne. Ja. Jij hebt hem ook? Ja. Heel goed. Helemaal top. En dan hebben we Jasper. Toppie. Moet je even iets zeggen, want dan wordt het beeld wat groter. Oh ja, dat is goed. Ik heb hem. Yes. En dan hebben we Danny in België. Volgens mij had je hem net vandaag binnengekregen, toch? Hartelijk dank. Ja, super. Want Janne die woont kort erbij, maar die heeft hem nog steeds niet. Dus dan gaat hij via Engeland of zo maar smijkelen. Even kijken, dan hebben we natuurlijk onze winnaar, hè? Frank. Frank, hoe is het met jou? Ja, het heeft nog een staartje gekregen. Oh, contact vroeg. Ik ben de vrijdag na de laatste rit, die ik toch als intensief ervaren. En ik even gaan losfietsen. Ik laat me strikt op en neer. En op 50 meter van mijn voordeur bij de terugkomst, dacht ik gewoon even met losse handen fietsen, even mijn rug trekken. En toen sloeg ik niet met stuur om. En lag ik zeg maar staan. Ja, hier is het, kunnen we zien, is het elleboog, zijn er wat schaafwonden genezen. Ik heb een gevoelige heup. En een t-shirt uitdoen is een uitdaging. Hier, die knobbel is niet dubbel zo dik, zeg maar. Nee, is die niet gebroken dan? Ja, ik heb het eraan geduwd. Kijk, ik niet. Ik heb... Ik heb even 2 dagen rust genomen daarna. Ik heb maandag heb ik 50 kilometer met 22 uur kunnen gravelen, dus dat zal er niet gepast zijn. Nee, ja, maar je moet er aan trekken.
dat precies. Maar het is in ieder geval een goed gevoel. Slaapgebrek is ook nog geen optie. Goed, dat maar ik kon dat nog goed denken. Ja, dat is vervelend, want er gingen al geruchten dat er een monument bij jou in de buurt kwam. Sorry? Dat er een monument voor jou werd opgericht in de buurt. Oh, ik dacht dat het Pinkpop-monument was. Ja, we gaan even kijken, want Bram Pinkus ziet daar volgens mij ook bij komen. Ja, kijk, Bram. Hey, Bram. Ja. Hoi. Heb jij de medaille ook bij je? Ja. Helemaal super. Goed zo. Dankjewel voor alles. Ja, jij bedankt dat je steeds meedeed, hè? Hartstikke mooi. Ja, het was leuk. Britt, even naar jou terug. Waar heb je vanmorgen je fiets? Ja, op de Philips dan, maar ik ben aan het voorbereiden op het veldseizoen nu. En je gaat de mountainbiken of wat ga je doen? Nee, veldrijden. Of veldrijden, oké, okay, ja. Maar er zijn geen wedstrijden, neem ik aan. Dus waar ga je dan voor voorbereiden? Ja, voor als het begint in, ik hoop september, eind september, dat ik dan wedstrijden mogen rijden in het veld. Ja. Ja, hartstikke mooi dat je dat nou toch alweer doet. Ben je goed op tijd, inderdaad. Even kijken. Nou, we gaan nog eens even naar de stand kijken. Daar stond bij de vrouwen, bij vrouwen 40 min, Michelle Jonge stond op 1. Jij op 2, Britt. Bij de mannen 40 min, Bram Binkens op 1. Kasper Hoepen op 2 en op 3, Raoul Rademakers. Die heeft aangegeven dat hij het uurrecord weer gaan fietsen op 25 juli. En we kregen vandaag ook bericht van Remco Grasman, dat is de baanrecordhouder. Die wil ook weer zijn tijd wat scherper gaan zetten. Dus we krijgen weer genoeg kandidaten voor het uurrecord. Dan hebben we bij de jeugdhouder met 15 jaar Janne van Nut. Die had zich ook afgemeld. Die was ook gaan fietsen met zijn pa. Op 2 Amber Veller, net gezien de zilveren medaille. Op 3 Tycho Puinen kon er vandaag ook helaas niet bij zijn. Bronzen medaille bij de vrouwen 40 plus. Op 3 Yvonne met de bronzen medaille, Yvonne Zilveren Tand. Op 2 Ella Leurink met de zilveren medaille. En op 1 Nicole Hogenberg met de gouden medaille bij de mannen 50 plus. Op 3 Jan de Koning, die is aan het skileren vandaag in Beek. En dan op 2 Robert Wendler met zijn zilveren medaille. Danny de Lange, 95 punt, gouden medaille. Je hebt je toch maar weer mooi binnen, hè Danny? Fantastisch, ja. Goed gedaan. Heel blij. Ja, en dan de mannen 40 plus. Op 3 Jeroen Puinen, bronzen medaille. Jasper met zijn zilveren medaille. En Frank Meels met 129 punten. En ook de beker vorige week gekregen. Ja, dat was er genoeg media aandacht. Je stond in de krant. Regionaal Dagblad. En we hadden sowieso veel aandacht. Ook het begin toen we starten. Toen kwam L1 natuurlijk die mooie reportage maken. Staat ook nog op YouTube. We hadden bijzondere gasten. Gio Lippes, Wil Verrezen, Sander Kleikers, Jacques Hanegraaf. Was erbij. Raymond Kerkhoffs, Roy Pakbier, Maurice Jette. En natuurlijk onze eigen Mark Dormen. Die heeft ook nog heel veel verteld. We hadden €700 bij elkaar gesprokkeld. Tijdens het Serious Request. Never Walk Alone. En dat waren we ook nog eventjes live op 3FM. De opnames van de koers op rollen, die kun je allemaal terugvinden. Sommige zijn samengevat, sommige zijn wat langer. Op YouTube. En dat gaat ook tevens met de Velo Show gebeuren. Nou, dan gaan we even terug naar mijn presentatie. Wat ik jullie wil laten zien. Want we hebben iets leuks verzonnen. In de gauwheid, we willen met jullie spreek of breek doen. En dat houdt in, optie 1, vertel 1 minuut wat je leuk vindt aan wielrennen. Of optie 2, laat je benen spreken en sprint 1 minuut op rollen. Dat gaan we doen. Spreek of breek? Wil jij beginnen, Amber? Spreek of breek, wat wil je doen? 1 minuut vertellen over wielrennen of ga je fietsen 1 minuut? Kijk, nou doet de audio het wel niet. Ja, fietsen dan. Hè. Ja, even kijken. Dan gaan we naar... Ella, hoor jij mij? Nou, ja. Oh joh. Nou, we beginnen toch even met Amber. Amber, wat wil jij? 1 minuut lang spreken over wielrennen of wil jij 1 minuut lang sprinten op de rollen?
Eén minuut lang na de eerste soort van de tijd. Sorry? Ik op muur rennen. Eén minuut lang ik op muur rennen. Oké, okay, nou, daar gaat hij vanaf nu in. Go! Nou, draag er dan. Hallo! Het is heel erg leuk, je wordt heel erg gezien van. Je wordt er ook zo moe van. Ik ga binnenkort ook in Friesland rijden met mama. Gewoon door fijne wegen. Ook van de slapen en zo. En 30 seconden. Wat zei je? 35 seconden, zijn verstreken. Oh, oké. Okay. En lekker bezig te zijn. En voor de week bij de avond. En kinderwerk te maken. En plek met mama. En allemaal leuke dingen. 5, 4, 3, 2, 1. Goed gedaan, Amber. Super. Zak al jij de punten even bij. Dat zijn 10 punten voor Amber. Ja. Hoeveel? 10. Ella. Ella, dan maken we jou lekker moeilijk. Dan ga jij gewoon de volgende zijn. Trouwens, Jacques, zie jij of wij live zijn? Volgens mij niet, hè? Nee. Nee. Ik ben het op het nemen, dus want, ja goed, zo lang hebben we niet, dus ik ga niet te veel poespas uithalen. Dus dan kunnen we kan ik het strakjes nog even erop zetten. Ella, ga je gang. Ja. Wat wil je? Ja, dat spreken of breken? Ja, wat zal het zijn? Ga je breken? Ja, ja, ja. Ik ga het even niet verder. Ja, dat ga ik niet breken. Wat ga je doen? Even een rijder. Nee, Even knallen. Ja? Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go! Ik ben een rijder! Nee! Ja? Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go! Twintig seconden onderweg. Nee, maar honderd. Ik wil ijdenwaarden. 30 seconden onderweg. Je mag beginnen, Ella. Ik ben begonnen. 40 seconden onderweg. Ella. Ik ben 50 seconden. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Zo, kijk eens. Helemaal goed. Wat is de afstand? We rekenen een maximum van 74. Maximum 74. Heel goed. Nu weet ik het ook. Dan komt Janne toch nog erbij. Kijk, Janne. Hey. Hey. Nou, wacht even. Welkom. Janne, hoor je ons? Hij is nog even met de audio bezig. Dan gaan we gewoon even verder. Hè? Zullen we er nog eentje doen? Voordat Danny. Danny, ja. Danny, ja, Danny wilde het minuut verbreken, zijn afstand van de vorige keer. Ja, dat is ook goed. Oké, dat is ook goed. Wacht. Je hebt aan als jij klaar bent. Oké. Dan doe ik het aan. Wat is het geworden, Danny? 1 kilometer en 100 meter. 1 kilometer en 100 meter. Goed. Bravo, goed gedaan. En de vorige keer had je 1 kilometer, hè? 1 kilometer. Ja, we kunnen, wat we kunnen doen is aan het einde van deze uitzending krijg je nog een poging.
Nee. Dan ga ik even door met Henk van Dongschot. Gaat hij ook fietsen? Ja, hij mag spreken. Goedenavond, Henk. Hallo. Hoi, hoi. Henk. Hallo. We hebben de laatste koers op rollen. En natuurlijk mag jij daar niet aan ontbreken. Dus ik wil je vragen om het laatste gedicht voor te gaan lezen. Hoe heet het gedicht? Hoi. Het parcours als levens. Dat is een mooie. Het laatste gedicht voor te gaan lezen. Hoe heet het gedicht? Goed dat we het mooi vinden. Ja, daar gaat hij. Aan de start zijn is gegeven. Aan de wedstrijd van je leven. Met vallen en opstaan. Maar je moet wel verder gaan. Bij het vorderen van de race zijn er veel obstakels op de baan. Maar je moet wel altijd verder gaan. En komt de finish aan het eind van de baan, dan hoef je niet meer verder te gaan. Dat was wel een hele mooie eind. Okay. Hey, ik wil je hartstikke bedanken en we gaan ons binnenkort op de wielerbaan zien, want dan kom je even kijken, had je gezegd. Natuurlijk. En dan bedank ik je voor al die gedichten die je voor hebt gedragen. Graag gedaan. Tot snel weer. Tot snel. Hoi. Hij heeft toch een kilo of 72 voor het gewicht van Hein. Wat zeg je, Frank? Ik denk toch een kilo of 72 voor het gewicht van Hein. Nou, we gaan ook meteen even door naar de foto uit de oude wielerbaandoos, wielerbaan geleend. En dat is deze, dat is, even kijken, 30 mei, dat is geloof ik zaterdag, is dat alweer 7 jaar geleden, toen ik begon met de baanwedstrijden op de wielerbaan. En zoals je kunt zien, stond er nog geen schavot of podium. En ik had de Harm destijds verteld, ja Harm, die renners moeten wel op een schavot of podium moeten staan. Op het laatste dus. En toen zei hij, nee, dan krijg je die renners krijg je er echt niet op en dat gaan die niet doen. Dus ik denk, nou goed, ik werkte nog fulltime bij Helwig. Ik ga een schavot in elkaar maken en ik zet hem er neer. En ja, het tegendeel is eigenlijk bewezen. We hebben heel veel foto's en iedereen wil heel graag op dat schavot. En je ziet daar bijvoorbeeld ook de uitslagen nog staan. Remco Esselaar, Dennis van Pij, Martijn van Meeroden, John Kulker, veteraan, John Soenen, Leon Olofors. Allemaal helaas renners die wij niet meer veel zien op de baan. Dus wel een hele nieuwe lichting is er gekomen. Dus ja, goed, deze foto wilde ik jullie wel even delen. Vond het wel leuk. Wie is die man in het midden die daar staat? Ja, toen had ik nog donker haar. Jarne, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Daar heb jij gefietst vandaag. Dat was een leuke locatie. Je had mij foto's gestuurd. Ja, ik ben een Boersum gaan rijden. Bokrijk ben ik gaan rijden door het water heen. Dat is een hele mooie locatie voor een tijdrit door het water daar. Dat is echt super. Ja. Ik zal eens even kijken of ik hem nog op de app heb staan. Laat ik hem misschien even zien. Even kijken. Ja. Ja, daar komt hij. Let op. Mooi. Wow. Aan beide kanten, dus hij gaat er echt door de vijver heen daar. Of wat is het, die plaats? Dus, dan kun je mooie foto's maken. En je ging daar vandaag met je vader in, zei je. Ja, ik ben eerst mijn vader gaan halen van zijn werk en dan zijn we daarna zo doorgereden. Ja, ja goed. En ik heb jou eerder al een bon opgestuurd. Die heb je nooit ontvangen. En nu heb ik die medaille plus die bon opgestuurd. Dan heb je hem nog niet. Dus ik hoop dat het allemaal goed komt. Ja. Anders is er iemand anders in België. Dan moet je even opletten wat er een medaille mee heeft. Dan grijp je het even bij de jas. Het is maar makkelijk herkennen dan, hè, aan die medaille. Ja. Op de postbode letten, Jan. Ja, in ieder geval gefeliciteerd met je medaille. Leuk dat je er nog even bij bent. Dan gaan we weer naar de volgende spreek of break. Jasper. Dat is heel duidelijk. Jasper wil knallen. Jasper wil spreken. En ik weet het nog over. Lindo is het mooiste.
Och ja, dat hadden we al. Oh, nou, Jacques, jij doet klok. Ik zou zeggen, ik ga van start. Ja, dat ik ook. Ja, nou ja, ik ben met 16 jaar in leeftijd gestopt met u met de wedstrijden rijden bij de junioren. Moest kiezen school of koersen, heb ik gekozen voor school. Maar heb de passie voor wielrennen nooit verloren. En 7 jaar geleden jurylid geworden bij de KMU. De enige manier om voor de koers te komen zonder te fietsen. Ja, dat heeft mij zo ook weer allerlei contacten opgeleverd door mijn eigen evenementenbootje ben begonnen. En ik heb de wielerwereld veel evenementen organiseren. Limburg doe ik in de Waterpark deel. Ik ben voortdrukker bij Hemmer. Ik ben voortdrukker bij de Dus mijn hele leven bestaat eigenlijk voor een groot deel uit wielrennen. En dat wil ik ook voor. En mede door de koers op rollen ben ik zelf weer een beetje op niveau. En ik ben een diep knikker voor week. En heb ik inderdaad echt de benen weer gescoren. En hij heerlijk in het rond. Dankjewel Michel voor al die weken. En dit was een minuut. Dat zul je nog te horen, inderdaad. Mooi. Ja, dan gaan we naar... Ik ben beter als fietsen, ik heb laatste. Michel, ja, misschien kunnen we Jasper op het einde van onze uitzending... Dan is hij wat meer, wat warmer gefietst. Toch nog even het woord geven over het initiatief wat er 6 juni gaat plaatsvinden in, ja, in Heerlen natuurlijk. Hè. Kun je net zo goed nou doen? Doe het nou maar weer, Jasper. Hij is toch te fit. Dat gaan we niet doen. hij moet eventjes doorheen zitten. Dan gaan we naar de dames. Zullen we weer naar Nicole? Ja. Nicole, wat wil je, spreken of breken? Nou, zo'n prater ben ik niet. Vind ik zelf. Oké. Okay. Ik zal andere dingen zeggen, maar... Dan gaan we toch wel goed fietsen. Dan gaan we fietsen, hè? Ja, dan gaan we goed fietsen. 5, 4, 3, 2, 1, start. Je bent al een aardig stukje onderweg. Je hoeft niet meer alles... De eerste 10 seconden liggen achter je en er zitten er nog 40 voor je. 50. Wat gaf je nou aan? Rob zou iets anders vertellen over de vraag. Oh, die. Dan hebben wij dus het ultieme om vrouwen te krijgen. Met nog een halve minuut te gaan. Go. 20 seconden. Vijftien seconden. Ik zie alleen dat Jasper aan het uitrijden is. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Stop maar. Zo, heel goed. Oh, kijk eens. 41,4. Of wat was het? Wacht. 0,98 kilometer. Aha. En de jury die noteert alles. Ja. Britt, dan heb ik een vraag aan jou, Britt. En wanneer kom jij weer naar Limburg? Ja. Wat is onze bedoeling? Eigenlijk zou ik de Waterzee rijden in Limburg in augustus, begin september, maar het is niet echt duidelijk of die nou doorgaat of achter. Is dat je Blue Nation Cup? Ja, maar dat is ook voor de nieuwelingen. Dus daar zou ik dan rijden, maar ja, het is vrij onduidelijk of het nou doorgaat. Je bedoelt het eerste weekend van september? Ja. Op dit moment staat hij nog op de kalender, dus... Ja, inderdaad. Dat hij doorgaat. Maar wat ik begrepen heb, maar daar ben ik officieel niet over geïnformeerd, is dat er wel plannen zijn om daar een wijziging in dat weekend aan te brengen. Ja. Daar gaan we ons vast nog wel zien, Brett. Aan je baan. Ja. Ja, Yvonne Silvertand hoeven we niet te vragen wat ze gaan doen. Die gaat hetzelfde doen als Nicole knallen. Ik vrees van niet vandaag.
Nou, Yvonne. Nou, dat ik zet de klok. Ik heb geen teller of niks erop zitten, dus het zou niet eerlijk zijn. Houden wij er benieuwd bij. Begin maar. Oké. Nou, ik ben 4 jaar geleden begonnen met fietsen. Eigenlijk gekomen vanuit het hardlopen, maar mijn man fietst veel en die had iets na. Gaat er eens gezellig mee. Kreeg de smaak te pakken. Tweede jaar had ik, ik geloof dat ik in totaal 600 kilometer gefietst had. Toen zijn we richting Frankrijk gegaan en heeft hij de Mont Ventoux opgestuurd. Voor mij een hele prestatie als eigenlijk beginnend fietser. Afgelopen jaar behoorlijk gefietst. Dit jaar lekker een nieuwe fiets gehaald. Het gaat allemaal een stuk soepeler, een stuk sneller. 2 weken geleden inderdaad 125 kilometer gefietst naar Nijmegen. Zo ver had ik nog nooit gefietst. Voordeel was natuurlijk dat het lekker vlak was. Ik bedoel, ik geloof dat ik nog geen 100 hoogtemeters te pakken had. Dit seizoen heb ik eigenlijk nog niet gerend, alleen maar gefietst. Het heeft een beetje te maken met een knieblessure waar ik hier geen last van heb, maar lopend wel. Maar ik hoop straks toch de tijd ook weer een beetje te kunnen verdelen. Nou, dat is mooi. De minuut is om. Nou, kijk eens aan. Super, heel goed. Mooi. Nou, dan ga ik jullie nu de prijs doorgeven wat jullie hebben gewonnen. Hè. Dat is een gratis ritje op de wielerbaan. Nou, en Frank dan? Vanaf september. Frank moet ook nog. Ja. Frank moet ook nog. Ja, ik zou het wel vergeten. Ik zou het wel willen proberen, maar ik ervaar als boven 70 kom, gaat het achter helemaal zwabberen. Dat gaan we niet doen. Ik ga maar vertellen, ja, fietsen is gewoon echt kut. Dus een beetje een ei uit. Heb je een mooie fiets, komt er weer een nieuw model uit. Hé, hey, wacht even, ik heb de klok tijdens al gevraagd. De tijd moet er opgenomen worden. Ja, begin maar. Ja, dat is echt ellendig. Heb je weer een mooi truitje, heeft iemand anders weer een mooier truitje. Kun je in een berg op fietsen, moet je de volgende keer wat 3 keer op fietsen om het weer te verbeteren. Het is altijd te warm, te koud en nat. Wat een drama. Wat een rotsport. Ja, ik weet nog het of vissen of zo. Je hebt nog een halve minuut. Een minuut. Dank voor de gezelligheid in de afgelopen weken. Ik moet zeggen, de eerste rit ging naar 43 helemaal stuk. De laatste rit naar 54 kreeg ik helemaal stuk. Ik moest ook 10 kilometer verder rijden om kapot te gaan. Ja, het waren 15 mooie ritten. Dan maakt hij 10 minuten tot die 9 seconden ook vol. Dat is wel een goede leeuw vroeger. Een lama Frank, stap maar af. Oh, en dat heeft de gele trui gekregen. Hey, Ja. Iedereen mag gratis koers op halve Frank. Op het middenplein. Op het middenterrein. Goed. Ad, wat vond jij van de laatste tijd koers op rollen? Ja, ik vond het op de eerste plaats een prachtig initiatief. Zeker in deze nare tijd. Hè, daar zitten we nog middenin. Maar als je dan toch vooral de regelmaat ziet, wat dat brengt eigenlijk op. Hè? Dat is niet alleen dat je sneller gaat fietsen, maar je gaat er ook toch wat prettiger voelen. Als je van de rollen afstapt, dan ben je vaak moe of ben je nog vermoeid. Maar als je de biet hebt gepakt, dan ben je fris. En dat is wat wielrennen of fietsen eigenlijk ook inhoudt. Hè? Het is eigenlijk een soort beweging. Dat je helemaal mooi is. Het, moet ik zeggen, dus als je een blessure hebt, dan stuur een dokter je nooit hardlopen, maar hij zegt toch, ga lekker op je gemak fietsen. En dat zit allemaal een beetje in die, in die ronde, zeg maar, als het ware, niet in deze tijd. En dat, ik zou bijna zeggen, het is gewoon herhaling vatbaar. Maar ja, liever de corona weg, als dat we dit weer, zeg maar, een beetje, wie weet in de winter, als er heel veel ijzer sneeuw ligt, waarom kunnen we het dan niet nog een keer 15 stuks of 16 stuks tegenaan gooien? In ieder geval een mooie ervaring en vooral ook de pret ook voor de deelnemers. En ik verbaas me over de achtergronden van de commentatoren, want ik vraag me af hoe ze het doen. Dan in één keer zitten ze ergens op een heel ongewoond eiland en dan zitten ze thuis in de woonkamer. IJzersterk,
Zowel van de dames als van de heren. En van de kids natuurlijk. Ja, dat mogen we niet vergeten. Dat is toch, het is van alle tijden fiets. Kijk, Michel die zit nou weer ergens op een of ander oord. Ja. Heb je je bagage in het hoofd? Ja. Ja. Dit is een hele unieke ervaring geweest. Niet alleen uniek voor Ad en voor mij om samen met jou een uur of vijf kwartier eigenlijk aan elkaar te... Ja goed, Frank die heeft net ook een heel ander woord gebruikt om een uur lang aan elkaar te lullen. Wat heel bijzonder is, is toch dat je een groep renners enthousiast krijgt om op rollen te gaan zitten. Eigenlijk kun je geen tekenen van vermoeidheid laten zien, want je zou zomaar de kans lopen dat als je morgen buiten loopt, dat ze zeggen van, joh, je kunt nog geen uur op een rol fietsen. Ja, en dan denk ik van, ja, voor ons was het leuk om naar die gezichten te kijken, die gaandeweg, dat het klokje verder ging, toch steeds meer tekenen van vermoeidheid vertoonde. Terwijl aan de andere kant, als je een beetje gaat stimuleren, kijk, als ik kijk naar Danny, ja, hij zit gewoon iedere keer op dezelfde plek voor die klok. En ja, af en toe kijkt hij eens een keer om en je ziet mensen in dezelfde houding. En ja, dit is voor herhaling vatbaar in de wintermaanden, maar niet onder de condities waaronder we het nu hebben moeten doen. Maar het is wel een buitengewoon mooi alternatief om mensen in beweging te krijgen. En ja, jij weet als geen ander dat de grote jongens hebben jouw initiatief overgenomen, hè? Ja, laten we er allemaal vanuit gaan. Nee, dat is inderdaad. Ja, zoiets wens je niet in de zomer te gaan houden. Maar het was wel een hele mooie uitkomst op dit moment. En een mooi alternatief. En ik vind zelf, ja, we hebben ook mensen bereikt die wat normaal niet op de baan komen. Want die fietsen nou toch. En gegarandeerd dat de eerste keer als de baan open is, dan zullen ze toch wel eens een keertje komen kijken met hun fiets. En dan mogen ze de neutralisatie best meedoen. Zou ik in ieder geval wel leuk vinden als ze dat doen. Even kijken, ja, goed, heb ik nog één ding te melden, voordat we ook eigenlijk gaan afsluiten. Dat is van de voorlopige kalender van het Werelduurrecord. Op zaterdag 13 juni, dan gaan wij Sam Maassen bewonderen, 14 jaar, uit Nut. Hij gaat dan voor het eerst het wielerbaangeleen record, waarschijnlijk van mijn zoon, wat op naam staat van mijn zoon, gaat hij verbeteren. Mijn zoon fietsen in 22 augustus 2015. 22 kilometer en 517 meter. Dus ja, dat zal Sam zal dat wel gaan verbeteren. En nee, Jacques, ik doe het even niet voorlopig. Ja, dan hebben we natuurlijk nog Artie Duin met Jacques Teunissen op de Dernie, even onder voorbehoud. Dan gaan we op 20 juni gaan we naar Maas van Beek om 7 uur. Dat belooft ook spektakel, denk ik, op de baanfiets. Gerrit Herrewasser uit het Noord-Brabantse Den Doengen. Op zaterdag 11 juli. En dan op zaterdag 25 juli om 11 uur Raoul Rademakers 40 min. En dan heb ik die van Britt nog niet genoemd. Dit gaan we ook doen. Ja, ik wil Als je toch een eind augustus een Limburg bent, kun je dat meteen ook even doen. Kom maar gelijk met de vroege tijd. Ja, nou, ik heb gelezen dat je van 1 juni op de leeftijd, denk ik toen bij 8 jaar, geen anderhalf meter meer vertrouwen tijdens sporten. Dus misschien is het dan leuk als we een ploegpartij willen doen uit onze club. Ja, dat is inderdaad wel een leuke, ja. Inderdaad, ja. Hoi. En ja, goed, mocht je een keer in de buurt zijn en je wil achter de Dernie even trainen, dan doe je mij even een belletje plegen. Dan wordt dat geregeld. Even kijken, ja goed, dan denk ik dat wij gewoon afsluiten. Dus ik zou zeggen, fiets langzaam uit, stap af. Hou die medaille als je hem hebt even voor de camera. Dan maak ik even een mooie screenshot. En dan zou ik zeggen, mensen allemaal hartelijk bedankt dat jullie erbij waren. Ja, jullie uiteraard ook super bedankt. Dat is top. Bedankt. Wacht, hou hem even gezamenlijk voor de camera. Dan maak ik een screenshotje. Yes. Daar komt ie. Ella nog. Ja, super. Dankjewel. En dan wens ik natuurlijk ook Jacques en Ad, hartstikke bedankt dat jullie erbij waren. Vond het ontzettend leuk. Ik weet nog, de eerste twee keren deed ik het alleen, maar ik wist niet waar ik het over moest hebben. Dus ik denk, ik moet gauw hulp in gaan schakelen. En toen kwamen Ad en Jacques erbij. Ja, en toen liep het echt helemaal gesmeerd. Dat was super. En we zijn gezondheid aan iedereen.
Ja, proost. Ja, stel het allemaal, ja. Op een gezonde zomer. Dan ga ik nog even vertellen dat we volgende week dinsdag 2 juni om 6:30 de kwart voor 7 het fietsplezier en short cycling weer hebben. En dat hebben we vanaf volgende week donderdag ook om diezelfde tijd. 6:30 tot kwart voor 7, maar dan alleen short cycling. Dus voor kids die wat op de buiten willen fietsen. En dan volgende week dinsdag 2 juni hebben wij om 9:30 tot kwart voor 9. Want Jacques, we gaan gewoon door met onze velo-show tot eind augustus, volgens mij is het. En dan hebben wij Armand van Mulken in de uitzending. Nou, ik wens iedereen een prachtige avond. Het gaat weer een mooie zomer worden gegarandeerd. Allemaal bedankt voor het meedoen. En tot gauw weer. Michel. Oké. Michel. Ja, zeg je Armand? Ik heb een vraagje. Ja? Mama zei dat er nog nooit een meisje had meegedaan met dat wereldding. I don't know, dat. Dat wereldrecord en dat. Oh, dat zijn mama. Nee, dat? Nee. Wil jij dat gaan doen dan, bij jouw categorie? Ja, als dat mag. Als dat kan, als ik dan in Limburg ben. Super, ja, goed. Dan moeten we gewoon even een datum bespreken. Want dat loopt best wel snel vol. Dus dan moet je niet te lang wachten en dan spreken we een datum af. En dan komt het helemaal goed. Oké. Okay. 4 juli. Ja, moet ik even naar de agenda kijken of dat helpt. Dat komt. Hey, mensen, nogmaals hartelijk bedankt. We gaan ons heel zien. Tot ziens. Doei. Bedankt allemaal. Ja, jullie ook bedankt. Dat was heel gezellig. Doei. Ja.